Bij de aanvang van de begrotingsbehandeling vandaag plaatsten parlementariërs vraagtekens bij de voortzetting van de vergadering, na een mededeling van vicepresident Ashwin Adin. Aziz Kumar Gayadin was het niet eens met de manier waarop de regering omgaat met het parlement. Hij wilde weten wanneer de Nationale Assemblée de nota van wijziging zal ontvangen. De fractieleider van de NPS, Gregory Rusland, vroeg om wat meer tijd om adequaat te kunnen ingaan op de nota. De fractieleider van de NDP, André Misikaba, gaf aan dat hij ervan uitgaat dat de regering een diepgaande analyse heeft gemaakt van al hetgeen de parlementariërs naar voren hebben gebracht. Mahinder Yogi vroeg om een punt van orde. Hij vond dat de regering overleg heeft gehad met een deel van het parlement. Voorzitter Jenny Simons corrigeerde hem terstond. Nee, wat? Niet met een deel van het parlement. Hij heeft gezegd dat hij met zijn fractie overleg heeft gevoerd. Dat is niet te beschouwen als een deel van het parlement. Voorzitter. Ja. Ja. Voorzitter, wanneer ik iets ga zeggen hier, gaat u me zeggen, ik bespreek de stoel. Maar u bent een ontwikkeld mens. Nee, u zegt verkeerde dingen. Voorzitter, dus ik leg u uit dat u... Voorzitter, dat u kan ik heb zeggen. Niks verkeerds gezegd. Want wanneer u zegt een deel van het parlement, dan neem ik aan dat de Griffie heeft georganiseerd voor een deel van het parlement met de regering. En dat gaan we niet doen. Oké. Simons wilde toen de vergadering schorsen om met de vicepresident in overleg te treden. Maar Yogi vroeg weer om het woord. Volgens Yogi klauteren we uit een crisis en moet er dus crisismanagement worden toegepast. Ik mag u zeggen dat wij zo snel mogelijk die nota van wijziging gaan maken. Maar wat wij vooraf willen doen, is wat we die punten vragen bij de betogen van de ministers, dat ze deel worden van de deliberaties, dat de ministers aangeven waar die veranderingen zullen plaatsvinden, zodat we dan direct daarop ook de nota van wijzigingen kunnen formaliseren bij u. Dan weet u dat het een deel van de deliberatie kan zijn, zodat we dat kunnen meenemen in de discussie. Aldus vicepresident Adin vandaag in het parlement. DNA-voorzitter Simons gaf aan dat de discussies verder gevoerd kunnen worden en dat de ministers daarna de wijzigingen aan het parlement zullen voorhouden.